Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Inmiddels is Nederland terechtgekomen in heldere lucht. De bewolking van vanochtend is weggetrokken en op de meeste plaatsen schijnt de zon nog even. We gaan dan ook een vrij heldere avond tegemoet, waarin de temperaturen maar langzaam dalen. Het heeft vooral te maken met die zachte zuidelijke aanvoer. De wind blaast stevig door. In de loop van de avond zien we in het westen al wat meer bewolking. En die bewolking breidt zich in de rest van de nacht langzaam uit. Maar neerslag is voorlopig nog niet aan de orde. Wat wel aan de orde is, is een stevige wind. Vooral in de kustgebieden waait het hard met windkracht 7. En er komen ook zware windstoten voor tot zo'n 90 km per uur vlak aan zee en in het binnenland zo'n 75 km per uur. Een winderige nacht dus met hoge temperaturen. En uiteindelijk hebben we ook morgen hoge temperaturen. Het wordt 15 graden in het zuiden van het land. 14 op andere plaatsen op de Wadden een graad of 13. We beginnen de dag nog met zonnige perioden en die hoge temperaturen bereiken we al vroeg in de dag. Want in de loop van de ochtend begint in het westen de kans op een bui toe te nemen. Die buien trekken dan langzaam in oostelijke richting. In de middag klaart het weer op, komt de zon terug, wordt het droog, Tegelijkertijd gaat de wind draaien en wordt het een stuk frisser van het noordwesten uit. Met die lagere temperatuur hebben we de dagen daarna ook te maken. Vrijdag op veel plaatsen in ons land een tijdje lang wat regen. Weinig ruimte voor de zon. Misschien laat op de dag in het noordwesten, dat daar de zon wel eventjes door gaat breken. In het weekend is de zon dan wel terug in het weerbeeld, maar het is ook buiig, vooral op de zaterdag. En de lucht is koud. Dat betekent dat de buien samen kunnen gaan met hagel. misschien zelfs met natte sneeuw en ook onweer is mogelijk. Overdag in het weekend temperaturen rond 7 graden. In de nacht komt het kwik dichter bij het vriespunt en dat zien we ook aan de pluim. We zien met name dat de nacht na zaterdag wat kouder is en ook die na zondag is niet al te zacht. Daarna loopt het kwik geleidelijk ietsjes op om vervolgens de loop van volgende week weer te zakken richting het vriespunt. Betekent dus dat kans op vorst in de nacht de tweede helft van deze periode duidelijk groter is. Maar of dat ook samen gaat met neerslag, dat waag ik te betwijfelen. Waarschijnlijk horen de koude temperaturen in de nacht, de lage temperaturen in de nacht, vooral bij perioden met droog weer en opklaringen. Ik ben Marco Verhoef. Vanweerplaza.nl